Ja, die klok is ontzettend oud. Hij is bijna 377 jaar oud. Hij is één keer eerder weg geweest, dat is in de Tweede Wereldoorlog. Toen is hij een tijdje verstopt geweest met het resultaat dat we hem nu nog steeds hebben. Dus, en nu raken we hem niet kwijt, hij wordt nu even gerepareerd. En als het goed is komt hij in maart sowieso weer terug. En dan hoop ik dat hij weer letterlijk en figuurlijk de toon aangeeft in Ochten. In de oude klok van Ochten zijn scheuren aangetroffen. Inwoners vermoeden al een tijdje dat er iets mis was, want hij klonk niet echt lekker meer. Eigenlijk wordt hij gestopt in het klinken omdat er een scheur in zit en het geluid niet rond kan in die klok. Hè. Dus je wordt afgeremd en dan, ja, zoals we dan plat zeggen, een pedaalhemmer, hè, als je dan gaat klinken. De klok is onmiddellijk stilgezet. Hij kan verder scheuren en als je pech hebt scheurt hij zo ver dat er een stuk uitgaat. Ja, en het wordt alleen maar moeilijk om te maken natuurlijk. Nu is dat nog goed te doen, al is het een kostbare operatie. Je kunt er een klein autootje voor kopen, dat durf ik wel te zeggen. Maar ja, het is het oudste object van Ochten denk ik bijna, 377 jaar oud. Dus het is wel het waard om hem te conserveren voor de toekomst. Ik denk dat dit de komende 100 jaar echt niet meer nog een keer gaat gebeuren.